voedsel is onze meest intieme manier van omgaan met de natuur, want we eten letterlijk natuur. Dat je daarmee slordig omgaat, dat je voedsel verspilt, dat je niet weet waar het vandaan komt, gaat geheel in tegen het idee dat je verantwoordelijk op deze aarde moet staan. Eten is weten, maar eten is ook geweten, omdat in alle voedsel een morele dimensie zit. Écoutez, je suis à la recherche d'un certain nombre de dossiers, des palmates, les premières photos qui ont été publiées sur la guerre de Biafra et la famine. Oui, oui. D'accord. Alors ici, tous les dossiers chronologiques. Oui, et là, c'est dans Paris Match. Oui, bon. D'accord. Ah, super. La collection du premier numéro jusqu'à maintenant, ça commence en 68. Oui, 67, 68, c'est vraiment, ça commence à être publié en 68. Ik herinner me dus die beelden van vroeger. En dat is denk ik de eerste keer geweest dat ik echt honger zag. Ja, echt in een beeld. Dit is juli 68. Toen was eigenlijk die oorlog dus al aan de gang. En hier op de voorkant staat dus het eerste kindje. Waarschijnlijk het eerste kindje wat ik heb gezien met honger. Het gekke is dat als ik het nu bekijk, dan zeg ik onmiddellijk... Dit is kwashiorkor. Kwashiorkor is een vorm van honger waarbij kinderen wel genoeg calorieën binnenkrijgen, maar geen eiwitten. Want je ziet niet een heel mager kindje. Hè? En dan de laatste, dus die is van 70. Dat is waarschijnlijk net aan het einde van de oorlog. Dan zie je ook dat het een hele pagina is. En hier l'agonie, dus het lijden van Biafra. Het dossier complet de la guerre. Franse artsen die als helden waren. Voor mij was dit dus echt een sleutelmoment. En ik heb toen ook wel gedacht van ik moet arts worden, maar tropenarts uiteraard. Maar uiteindelijk gaf toch het idee van dat je ook voedsel moet produceren de doorslag. Ja, hier. Oh, dit zijn inderdaad ook precies die afschuwelijke beelden. Dit zie je dus niet meer. Hey, dit is eigenlijk in samenvatting, hè, dus een kind met eiwitondervoeding, maar geen calorieondervoeding, met zo'n dik buikje. Een moeder die blijkbaar een baby heeft gevoed, misschien is die baby al dood, maar je ziet die moeder is echt helemaal, nou in alle opzichten moet je het armpje zien, helemaal ondervoed. En hier een ouder iemand van het niet weet. Om je een idee te geven van de verhoudingen. In Biafra sterven op het hoogtepunt van de oorlog iets van 10.000 mensen per dag aan de honger. 6.000 mensen per dag. En in heel Nederland tijdens de hongerwinter waren dat er 10.000. En de bevolking was ongeveer vergelijkbaar. Dus dan zie je wat voor orde van grootte het is. Voor ons is de hongerwinter het meest dramatische moment van echt honger die nog in mensenheugenis is. En dit was dus zoveel malen groter. Hier had ik echt het gevoel van, daar moet ik mijn leven aan besteden. Weet je, dat klinkt nu heel dramatisch, maar het was toch wel zoiets van... Ja, ik ben zo in veel opzichten verwend opgegroeid. En dat was echt een sleutelmoment. En dat is nog steeds als ik het zie, dan emotioneert me. Omdat je denkt van, ja, waar hebben die kinderen dat aan verdiend? De laatste jaren, ook toen ik bij de Verenigde Naties werkte, toen heb ik natuurlijk gezien hoe belangrijk het is dat landen bijvoorbeeld niet met elkaar een handelsoorlog voeren en hun grenzen sluiten. Zodat als er ergens schaarste is, bijvoorbeeld in Biafra, dat dan in ieder geval het ook nog van elders kan komen. Maar als je zegt,
dat je voedsel over de grenzen gaat transporteren, dan moet je ook zorgen dat het voedsel veilig is. Dus dan ga je praten over normen voor voedselveiligheid, dat er geen chemicaliën in zitten bijvoorbeeld. En zo evolueert, althans mijn denken, naar ja, die hele complexiteit van die voedselketen. Het ligt niet voor de hand om naar Spitsbergen te gaan als je op zoek bent naar de landbouw. Maar in die koude ontoegankelijkheid van Spitsbergen liggen de kopieën van de zaden van bijna alle voedselgewassen ter wereld en hun voorwaarden. Het veiligstellen van dat erfgoed van de mensheid is voor mij een heel belangrijk deel van de toekomst van de landbouw. Het is iets ook waar ik zelf aan gewerkt heb toen ik bij de Verenigde Naties werkte. Dat alle landen het erover eens waren dat we dit moesten bewaren. En nu ga ik op zoek naar die plek waar die zaden allemaal liggen. Hi. Good morning, how are you? Good to see you. Nice to meet you. Louisa, so great to see you. Yeah, thank you. I'm sorry we made you wait in the cold, but no problem. Great. Well, shall we? No, I'm sorry. You can't get in. What a pity. It's a decision by the local government. Less than 2 weeks ago, we got a formal paper saying that no visits whatsoever. You're serious? Yes. With immediate effect. You are not allowed to have any visitor whatsoever. So I was here 3 weeks ago and we had visitors then. And you had the ministers yesterday. But they were not in. They were not in either. No. Wow. You even got the ministers. Yes. Well, it sounds acceptable and serious. Maybe we can have a little chat nevertheless. That for sure we can have. so we move and walk up at least to as far as the door. Then yep. I can also show you the key. Okay, well, that's symbolic then. Yes. The key of the secret chamber that we will not visit. So this is the famous stainless steel door, bomb blast. Who knows, by the way, but that's... Yeah. Maybe I have to switch on this. So... Can I put one foot inside so that... You can stand there, yes. Just to have the feeling that I'm here. Imagine I would be able to walk through. What would I see? You will first see a tunnel going down. It's a bit ice in the tunnel, so it's a bit slippery, 50 meters down. And then straight on, we have a big hole with this looks icy. It's concrete but painted white. And now the ice is crystallizing on the walls. So it's starting to get real. And that's what we call that the cathedral because it's such an impressive sight. From there, what you see. The door, which is very icy outside. Door similar to this To this one. And that's our opening for an airlock system. So you open the first door, get in and lock the door, and then open the next one. And then you are into the real chamber, where we have shelves with all the seed boxes in. Next time, perhaps, when I come, I'll be allowed in. Yeah, I hope so. I hope it doesn't take too long. Either. I hope so too. Maybe I'll talk to the board and get a special dispensation for me. Let's see if we can fix that. Great. Well, thank you very much. I'll let you ceremoniously close the door again. Close the door again. And I'll think of if I have not lost the key. If it dropped here, then there's a problem. I've done it before, so I know where to look for it. You did, really? When it's windy, snowstorm up here, it can be rather nasty. Het is wel een ontzettend kabaal, maar dat is de afzuiginstallatie. Want er zit natuurlijk niet een gat aan de andere kant in de berg. Ik ben trouwens wel verrast dat er één sleutel is voor twee identieke sloten. Geen alarm hierop.
Maar goed, je komt ook niet zo even in Sint-Fritsbergen aan om zaden te stelen. Maar toch, in één manier met één sleuteltje in een plastic zakje. Maar is het diefstal zo gevoelig eigenlijk? Nee, want dit is zo gespecialiseerd dat als je die codes niet kent, weet je al niet waar je naar moet zoeken. En er zijn wel grote commerciële belangen natuurlijk. Maar de bedrijven die hier interesse in hebben, die moeten natuurlijk toch samenwerken met de hele publieke sector. Dus die gaan hier nooit een soort biopiracy, biopiratengedrag vertonen. Het gaat hier over de hele geschiedenis van de landbouw. Landbouw bestaat omdat wij als mensen hebben geleerd om zaden zo te selecteren. Dus in iedere generatie daar op de speciale eigenschappen te letten. Zodat die langzaam maar zeker die wilde planten, wat wij noemen dan gedomesticeerde planten zijn geworden. En die domesticaties, dat is natuurlijk gebeurd door neolithische boeren 10.000 jaar geleden tot nu. Dat gaat ook nog steeds door. En dat heeft een heleboel genetisch materiaal opgeleverd. Om je een idee te geven, als je het hebt over rijst, dan zijn er misschien wel 100.000 varianten van rijst. Die zijn allemaal genetisch net een heel klein beetje verschillend, net zoals mensen verschillend zijn. Dus wat je hier ziet, dat zijn eigenlijk de kopieën van alle belangrijke zaden die voor de mensheid van belang zijn voor de voedselvoorziening. En dat is dus gemeenschappelijk erfgoed. The idea is that you're kind of the boss, not the dog. So you walk with the dog, not the other way around. Oh, this is your lead dog. This is my lead. It needs to go to your order. Exactly. Yeah, very good. No, not that way. Dit is los materiaal, want uit die vallei komt hierboven, die we nu niet kunnen zien. En dit is het eind van de gletsjer. Kijk, hier zie je nog een stuk van die gletsjer. En dit is wat hij met de geweldige kracht van het ijs naar voren duwt. En zo moet je je ook eigenlijk voorstellen, hè, niet helemaal met dit soort gesteente, maar met ander spul, dat Noordwest-Europa daar in de ijstijd heeft uitgezien. Dus helemaal bedekt en dan met zo'n enorme duw werd, in ons geval in Nederland, is materiaal uit Scandinavië naar voren geduwd. En dat, over het algemeen is dat ook vruchtbaar materiaal. Want het is eigenlijk een soort, zo'n gletsjer is een soort grote schraapmachine die alles naar voren duwt, ook de bodem. Dus eigenlijk moest aan het eind van de ijstijd moest alles weer opnieuw begonnen. Er moest weer een nieuwe bodem gevormd worden. Er waren geen bomen meer, er was nauwelijks bodembedekking. En op dat moment eigenlijk is pas de landbouw begonnen, toen dat ijs zich terugtrok. 10.000 jaar geleden. Nou, het is toch een fantastisch idee om dat hier in actie te zien. Ik ben er echt heel erg van onder de indruk. Ik zie ook nog zo'n hele gletsjerwand die met al die stenen. Dus ijs en steen is allemaal met elkaar vermengd hier. Het is wel koud. Ha!
dit is het oerlandschap wat ik me voorstel als ik denk aan Europa tijdens de ijstijden. Ik kijk nu in een spiegel naar het landschap. En dat geeft een prachtig kader om je blik te concentreren op wat ik hier zie. En die achter me in die vallei komt de gletsjer langzaam naar beneden. Als een soort enorme stofzuiger, bulldozer, duwt die allemaal afval, heel logisch afval zou je kunnen zeggen, naar beneden de vallei in. En dat gaat heel erg langzaam. Soms is dat maar een paar centimeter per jaar, soms nog veel minder. En die gletsjer die heeft ook die vallei daarachter gevormd. Die banden als het ware afgeschraapt. Nou, als ik dan nog verder kijk in de vallei, dan zie je ook een tracé van hele kleine soort houten pilaartjes. Dat is waar de kolenmijn, want je hebt hier ook wat kolendragende lagen. Uit de tijd dat dit echt een tropisch eiland was, kan je bijna niet meer voorstellen. Of tropisch eiland moet zeggen, een ondiepe tropische zee. Dat ligt dus nu heel hoog. En die kolenmijn die is een tijd geëxploiteerd. En daar haalt men dus die kolen vandaan. En die worden via dat kleine kabelbaantje richting het dorpje getransporteerd. Heel oud is dit allemaal niet. Dit zijn misschien dingen van de laatste decennia. En we weten dat dit hele eiland pas ook ontdekt is, eigenlijk aan het allerlaatste moment van de 16e eeuw. Het komt voor het eerst voor op een kaart van Willem Barents, die het de naam Spitsbergen gaf. Omdat sommige van de bergen hier zo ontzettend karakteristiek spitspatroon hebben. Als je hier staat, dan heb je het gevoel, je bent zo klein als mens. En onze geschiedenis is nog maar zo kort. En deze natuur wordt gewoon natuurlijk in eerste instantie gedomineerd door de dieren die er zijn, door het ijs. En ik ben in feite hier geïnstrueerd om niet hier alleen te staan, maar zelfs gewapend te zijn met een soort pistool. Dus niet om ijsberen te schieten, maar wel om ze af te schrikken. En ik heb zo'n koude vingers, krijg ik nou eens open. Daar gaan deze patronen in. Eén patroon om hem af te schrikken, die potentiële ijsbeer die hier ergens van achter moet komen. En één patroon waarmee ik naar boven moet schieten om hulp. Nou, dat ga ik niet doen, want ik geloof niet echt dat er een ijsbeer is. Maar het grappige is dat me dat natuurlijk wel weer doet denken aan het feit dat de mensen voordat ze uit Afrika kwamen en ook nog lang daarna natuurlijk in eerste instantie jagers en verzamelaars zijn geweest. En nogmaals, het hele perspectief van die landschapbouw, dat die maar zo recent is en dat we daarmee toch de wereld zo hebben gedomineerd, dat zie ik op een of andere manier paradoxaal genoeg juist hier in Spitsbergen zo goed. Jager, verzamelaar, landbouw en nu plotseling zijn wij de heerser over de aarde. En heb je bijna geen plek meer waar de mens niet ergens zijn vingerafdruk heeft gelaten. Dat is het verhaal van Spitsbergen voor mij. Hier in het Tweestromenland, tussen de Tigris en de Eufraat, is de landbouw uiteindelijk begonnen. Hier hebben rijken zich gevestigd,
Hier zijn de eerste steden ontstaan dankzij de vruchtbaarheid van de vlaktes. Maar hier zijn ook rijken verloren gegaan door de verzouting van de irrigatie. En nu opnieuw wordt dit gebied in productie gebracht met nieuwe dammen en nieuwe irrigatie. Hier zit ik in San Liorva, het belangrijkste station voordat de zijderoute eigenlijk het Middellandse zeegebied bereikt. Die zijderoute die liep hier van China via de Gobi-woestijn, zo dwars door Azië, via Kazachstan, Kirgizië en dergelijke, zo naar het Midden-Oosten en vandaar naar Europa. En dat Ur, dat was eigenlijk een van de laatste steden voordat de zijderoute Europa en de westerse wereld bereikte. Hier ontmoetten Oost en West elkaar. Als kind heb ik ooit een lezing gehoord van een archeoloog die vertelde over dit gebied. En die vertelde dat hij eigenlijk ontdekte aan de hand van een vlucht met een vliegtuigje 's nachts bij volle maan, dat er schaduwen vielen van die maan over onregelmatigheden in het landschap. En dat bleken resten te zijn van bebouwing, van velden, van irrigatiekanalen. En dat gebied was dus hier ook heel dicht bevolkt, dankzij de landbouw. En dat heeft voor het eerst eigenlijk voor mij dat verband tussen beschaving, kunst, landbouw gelegd. Eigenlijk iets wat ik me tot dan toe helemaal niet had gerealiseerd. En die fascinatie voor de geschiedenis is me mijn leven lang bijgebleven. En het is ook zo bijzonder om hier te zitten. Aan de ene kant de schapen in een bijna bijbels tafereel. Aan de andere kant in de vlakte de landbouw, de tarwevelden, zoals dat al eeuwen, tientallen eeuwen lang is gegaan. En achter me de overblijfselen van een universiteit, een van de vroegste universiteiten van dit gebied. En hier in Mesopotamië, dus tussen de Tigris en de Eufraat in, is door een samenloop van omstandigheden die eerste landbouw ontstaan. Ja, hier langs deze zijkant, waar de heuvel een beetje geërodeerd is, daar zie je allerlei sporen van bewoning. Dit bijvoorbeeld, deze concentratie van stenen, denk ik dat de funderingen van de muur zijn geweest. Mm-hmm. En het vervolg van die muur kwam deze kant op, maar is weggeërodeerd. Ja. En als je dat niveau een beetje zo langs die erosiekant volgt, dan zie je hier een lijn lopen. En het zou mij niks verbazen als dat vloertjes zijn geweest. Dat kiezels met dat grijs en dat bruin eronder. Ja, een soort leme onderlaag waar dan met een niveau van kiezels een vloer op is aangelegd. Ja. En dat een aantal keer waardoor je een pakket van kiezels krijgt. Op sommige plekken, zoals ik vermoed daar nog in het landschap te zien is, was net een hele subtiele verhoging. En die ons vertelt van het bewoonde areaal. Ja. Een areaal van, ik geloof zo rond de 120 hectare. En daarmee is deze stad, zo rond 2000 voor Christus, zo'n beetje de grootste stad hier in deze regio. In de regio van Haran, Shanli-Urfa. Hoeveel mensen wonen hier? 15.000, 20.000 mensen. Dat is enorm, hè? Voor dat is enorm. Ja, dat klinkt voor ons niet als een heel groot getal, maar dat is voor deze periode, de bronstijd, een echt grote bevolkingsconcentratie. Waarschijnlijk konden die steden in dit gebied niet echt veel groter worden, omdat je dan onoverkomelijke problemen had met het vervoer van de gewassen en het bereiken van de velden. Ja. Als je hier op de grond kijkt en goed kijkt wat er ligt, dan stikt het eigenlijk van de archeologische vondsten. Echt waar? Van het materiaal, het aardewerk, de vuurstenen voorwerpen. Eigenlijk het afval van deze nederzetting is hier ook verzameld. Hier bijvoorbeeld. Het is een object als dit. Dit is een stuk maalsteen van basalt gemaakt. Ja.
Een soort broodvormige maalsteen met één vlakke kant. Hè, waar, ja. waar met een roller het graan overheen is. Die roller gevreven, was van hout of ook van steen? Ook van steen. Mm-hmm. En meel is gemaakt. En die basalt kwam hier uit die heuvels? Dat kan... Deze heuvels hier in de omgeving zijn heel rijk aan basalt. Ja. Dus dat zal niet van heel ver gekomen zijn. Fantastisch idee dat iemand hier graan heeft gemalen en dat daarna waarschijnlijk gegeten is. Urenlang bezig is geweest. Dagelijks met werk. Met die oude variëteiten aan tarwe, die waren zo moeilijk los te krijgen uit hun kapjes en zo. Ja. En vervolgens bleven dan ook fragmentjes van het basalt in het meel zitten. Ja. En kreeg je mensen ook hele slechte tanden ervan. Oh jeetje, ja. Er is zoveel geschiedenis hier samengebald. Zulke belangrijke ontwikkelingen. He, met iets ten noorden hiervan in de heuvels de allervroegste landbouwnederzettingen. Ja. En hier in deze vlakte hele vroege steden. Het begin van een administratie en handel en bureaucratie. Cultuur en mensen die dus niet meer elke dag voor hun eigen voedsel hoefden te zorgen. Zeker, ja. En zo'n stad als dit zal je allerlei specialisten hebben gehad. Ja, ja. Mensen die bij het bestuur betrokken waren, handwerkspecialisten. Die gevoed werden door de boeren. Ja, door de boeren die dus meer produceerden dan ze zelf nodig hadden. Ja. Ja, dus dat is, zeker. En dat is het revolutionaire natuurlijk van die landbouw. Dat je plotseling meer mensen kan voeden dan daarvoor als jagers en verzamelaars. Ja. Ja, en dit is natuurlijk toch de vruchtbare halve maan. Hè? Dat Mesopotamië, waar we zoveel over gehoord hebben. Het is er nog steeds. Als je het ziet liggen, denk je, ja, dit is waar de welvaart van de mensheid eigenlijk is begonnen. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen, zeker. En nog voor de landbouw begon, de allereerste fase zien we dat ze op plekken als dit, bovenop een heuveltop, grote structuren hebben gebouwd. Waarvan we denken dat mensen daar met gemeenschappen bij elkaar kwamen. Waar de structuren onder andere bestaan uit zeer grote, 4-5 meter hoge stenen stèles met relief erop. En waarvan we ons veronderstellen dat er hier bij de bijeenkomsten van die gemeenschappen rituelen hebben plaatsgevonden. En dat dit een soort speciale gebouwen zijn geweest. Ja. Die niet voor bewoning werden gebruikt. Het is een fase waarin mensen misschien net begonnen met wilde grassen te exploiteren. Mm-hmm. Misschien het allereerste begin van iets van cultivatie. Maar nog voordat er überhaupt een idee bestond van landbouw. Ja. Daar gaat maar dit wel echt van al toch iets wat een symbolische waarde heeft en een zekere abstractie. Dat is het bijzondere. Ja. Önce birbirine böyle döverek hala geliydi. Fakat 88-90'dan filan o sırada amcam burada çıtırırken iki tane heykel buldu. Ve o heykellere götürüp Urfa Müzesi'ne verdi. Burası özel mülkiyet olduğunu biliydi kadın. Kazı başkanı. Ve bizden müsaade aldı. 94'ten biz müsaade verirken kazı başladı. Fakat şu an yorum yapanlar diyor ki bu Mezopotamya'nın iki Fırat'la Direc arasındaki bir ibadetin olduğunu çok kıymetli hakikaten de. Yani bu yüksekliğinden şeysi oluyor. Sen ne hissediyorsun? Senin sizin ailenin sayesinde bulundu. Ne hissediyorsun? Ya onu istiyoruz işte de burası. Tabii biz bundan bir gurur diyoruz fakat İyiyle kötülük beraber gidiyor. Yani bir tarafta biz şu an burada 3 kişi görevli bekçilik yapıyoruz. Şey diyoruz fakat öbür tarafta da devlet buraya el koydu ve elimizden şu an sanki zorla aldı. Dit is de rijkdom van de vlakte van Mesopotamië. Water. Zonder dit water is het één droog gebied. Je kunt er wat verbouwen. Gewassen die tegen droogte bestand zijn, denk aan linzen bijvoorbeeld en inderdaad tarwe.
Maar heel snel na het begin van de landbouw is het idee opgekomen om water te controleren. Om water zo te gebruiken dat het ook nog meer opbracht. En nu op dit moment, dankzij de dammen, kunnen mensen hier wel 3 oogsten per jaar hebben. En het interessante is dat die dammen een project zijn van de overheid. En als je teruggaat in de geschiedenis, dan is eigenlijk de overheid ook ontstaan. Een centrale regering, een centrale controle van het water. Dankzij het feit dat dat water gezamenlijk gebruikt moest worden. Dat kan je niet aan individuen overlaten. En zo zijn water en regering en belasting altijd heel nauw aan elkaar verbonden. Dam is natuurlijk een geweldige ingreep in het ecosysteem en het milieu. Ook al heeft het hele positieve kanten. Want je kunt daardoor land irrigeren, wat je eerst niet kon. En als je kijkt naar deze heuvels, dan zie je ook hoe arm dit land is. Hier kun je eigenlijk geen landbouw bedrijven, alleen begrazen. En je zou denken, als je dat ziet, van ja, nu is de natuur heel erg aangetast door deze dam. Maar toch is het weer niet zo eenvoudig. Want wat je hier ziet, is eigenlijk het gevolg van erosie van duizenden jaren. We zien eigenlijk al geen natuurlijke vegetatie meer. Alleen wat nu het verschil is door die dam, is dat je ook echt gewassen kunt telen. En niet alleen maar die paar arme pistachiobonen en die paar schapen en geiten die hier konden lopen. Consequenties voor de bevolking die verplaatst is, zijn natuurlijk geweldig groot. En dat is een hele moeilijke afweging die een regering moet maken en waar eigenlijk geen goed antwoord op is. En ik ben echt heel benieuwd wat er gebeurd is en hoe dat ook zijn effect heeft gehad op de mensen. So I would like to know, were you a farmer before and how was your life before the dam? Daha önceden, Surar Barajı'nın altında kalmazdan önce meyvacılık yapıyorduk, hayvancılık yapıyorduk. Bu arada fıstık yetiştiriyorduk, Antep fıstığı. Boş kaldığımız zamanlar da balıkçılık yapıyorduk. Yine ufak teknemiz vardı, balıkçılık yapıyorduk. Barajı geldikten sonra evler suyun altında kalktıktan sonra devlet bize bir miktar evlerimizin parasını verdi. Sonradan turizme yöneldik. O tekneyi bıraktık, büyük teknelere, turizme yöneldik. Şu andaki turizm daha da güzel olacak ve teknelerimiz daha da büyüyecek. Burası benim evimdi. 2 katlı evimiz vardı. Üst tarafta dedemin evi vardı. Dedem rahmetli oldu. Orada otururdu. Burada meyve bahçemiz, hayvanlarımız, fıstık pazarlarımız az ilerideydi. Böyle sırayla gidiyordu. Burada işte erik, ceviz, nar, meyve ağaçlarımız da buradaydı. Sorun olacak bir soru değil. Her geldikçe sanki biz her gün burada yaşıyoruz. Tell me about the agricultural project here in the irrigation. What has it done to the region? Tarımsal projelerden bize bahsedebilir misiniz diyor. Neler yaptı bölgeye, nasıl kaldı? Fakat bu suyun gelmesiyle birlikte insanın hem sosyolojik yönden değişimi oldu, hem ekonomik yönden değişimi oldu, hem gelişim ve değişime ayak uydurmaya başladılar. Çünkü eskiden insanlar yağmuru, suyu bir gün akıllarından çıkarmazlardı. Ve bu sulamanın gelmeden önceki kısmı İnsanlar için bir hayaldi, bir rüyaydı. Rolümüz genellikle bu suyu
bizler dağıtıyoruz. Çünkü bu suyu eşit, adilhane bir şekilde dağıtmamız lazım. Çünkü adilhane dağıtılmadığı zaman ova içerisinde problemler vardı. Düşünebiliyor musun? İnsanlar ölüsünü yıkamak için bir köyden bir köye su getirir ve o insanlara su veriyorsun. Suyu verdiğiniz zaman bu suyu çok adil bir şekilde dağıtmanız lazım ki... Fakat bu su geldikten sonra insanlar hep hayalindeydi. Hep insanların ufkundaydı, su ne zaman gelecek. Ve ülkemiz o kadar yoğun bir çalışma içerisinde oldu ki 1995'te su geldiğinde insanlara bayram gibi geldi. Sanki günlük bir bayram vardı. Yani halaylar çekiliyordu, müzikler yapılıyordu. İnsanlar bu değişime inanamıyordu. Tarihi yerlerimizden suyu geçirmemeye çalışıyoruz. Tabii sıkıntılı bir şey. Fakat bir projedir, entegre bir projedir. Yani bu proje sadece tarihi yerleri kapsamıyor. Bu bugün bir insanlık açken tarihi... Zo'n stuwmeer is een geweldige investering. Economisch, maar natuurlijk ook ecologisch. Op een laag van plastic wordt cement gelegd om te voorkomen dat het water van het meer de bodem in zal sijpelen. En straks, over enkele maanden, dan zal deze vallei met wat velden en die mooie pistachio-boomgaarden veranderd zijn in één watervlakte. De boomgaarden zullen verdwijnen. Maar wat er voor in de plaats komt, buiten deze grote watervlakte, is de mogelijkheid om allerlei andere gewassen te verbouwen. Zoals tarwe, zoals tomaat. En niet één keer per jaar, vele keren per jaar. De landbouw is uiteindelijk een succesverhaal. Want het is ons gelukt met vallen en opstaan om uiteindelijk onze schaarste te overwinnen en nu voor het grootste deel van de mensheid overvloed te produceren. We hebben geleerd dat we niet te veel moeten irrigeren, te veel mest moeten gebruiken, te veel bestrijdingsmiddelen. En juist daar waar de landbouw een publieke verantwoordelijkheid is, waar de regering samen met boeren, consumenten en het bedrijfsleven zorgt voor het produceren van die overvloed, juist daar is de landbouw duurzaam.